Hallo, welkom. We zijn hier vandaag in Haarlem, in de VIL, bij Recruiters United, en de Employer Branding Summit. Ik zit hier met Myrthe en met Jolien. Wij gaan vandaag in gesprek over employer branding, maar we gaan onszelf natuurlijk eerst even voorstellen. Myrthe, wil jij beginnen? Hi, mijn naam is Myrthe Romeijn en ik werk bij de Rijksoverheid als teamlead employer branding. Ik zit hier vandaag vanuit mijn rol die ik vervul voor Recruiters United om Young Recruiters United op te zetten. Ga samen met jullie het gesprek aan over employer branding. Jolien, wil jij jezelf voorstellen? Ja, zeker. Mijn naam is Jolien Bijhouwer. Ik ben werkzaam als senior employer branding specialist bij NHR Solutions. Dat doe ik inmiddels 9 jaar. En eigenlijk heb ik communicatiewetenschap gestudeerd en ben daarna als corporate recruiter gaan werken. En nadat een aantal jaar te hebben gedaan, miste ik eigenlijk de aansluiting met mijn studie van communicatie. En ben ik in arbeidsmarktcommunicatie gaan werken. En dat ben ik toen bij NHR Solutions gaan doen. Ik zal NHR Solutions ook even voorstellen. Wij zijn een RPO-organisatie. Dat betekent dat we actief zijn in recruitment process outsourcing. En eigenlijk kan je aan ons je recruitment proces geheel of gedeeltelijk uitbesteden. Recruitment capaciteit leveren wij, maar ook sourcers, flex en interim. En natuurlijk een team arbeidsmarktcommunicatie, waar ik zelf onderdeel van uitmaak. En in dat team ben ik de senior employer branding specialist. En hou ik me eigenlijk bezig met vraagstukken rondom het werkgeversmerk. Dus de positionering bijvoorbeeld. Ik maak EVP's, employer value propositions. En eigenlijk ook alle vraagstukken die daaruit voortkomen. Dus als een klant vragen heeft over een campagne, social media. Heel breed. Communicatiemiddelen. Ja, heel breed. Leuk. Nou, daar gaan we denk ik ook nog wel wat verder over hebben vandaag. We zitten hier natuurlijk ook bij de Employer Branding Summit. Dus we gaan het ook hebben over employer branding en de human deal. Ik zal mezelf ook nog even kort voorstellen. Mijn naam is Milou. Ik ben corporate recruiter bij een grote voedselproducent in Amsterdam. En ik denk dat we graag vandaag en nu, of verder gaan, Jolien. Is er nou iets, om nog even jou iets beter te leren kennen, iets wat niet op je LinkedIn staat, maar wat we wel graag van je willen weten? Ja, het eerste wat in mij opkomt is dat mijn collega's mij wel eens juf Jolien noemen. Oké, vertel. En dat niet in de zin van een strenge juf die heel belerend is, gelukkig. Nee, ik vind het zelf heel leuk om kennis te delen en ben ook wel echt een enthousiasteling over het employer branding vak. Dus als ik een leuk onderzoek heb gevonden of een artikel, vind ik dat ook echt goed om met mijn collega's te delen. En met ons vandaag. Inderdaad, met jullie vandaag. Ja. Dus dan is het soms wel dat ik ook even mijn tijd claim. Want ik zeg, ik wil graag iets vertellen over dit onderwerp. Mm-hmm. En dan gaat iedereen zitten en luisteren naar juf Jolien. Dus daar maken ze wel eens grapjes over. Leuk, dat is een leuke. Hey, en daar ook even op voortbedurend. Ik kan me voorstellen dat niet misschien voor iedereen employer branding zo'n bekende term is. Hoe leg jij uit wat je doet als jij bijvoorbeeld op een feestje staat? Dat is een goede vraag. Het ligt ook een beetje aan het feestje, natuurlijk. Maar eigenlijk zeg ik vaak tegen mensen dat organisaties goed hebben nagedacht over wie ze zijn richting hun klanten. Hè, qua wat ze aanbieden qua producten en diensten. Maar dat ze niet altijd heel goed hebben nagedacht over wie ze zijn als werkgever. En dat is eigenlijk wat ik doe. Ik help bedrijven te onderzoeken en vast te leggen wat hen een leuke werkgever maakt. Ja. Leuk. Leuk. Zullen wij... Ja, we hebben een aantal stellingen voorbereid waar we over met elkaar in gesprek gaan. Dus ik denk dat het inderdaad tijd is voor de eerste. De eerste, zal ik beginnen? Eerste stelling, ja, het is een stelling inderdaad. Employer branding is window dressing. Ja. Nou, dat is een nee. Dat is een nee? Oké. Ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Waarom vind jij een nee? Ja. Want daar vind ik inderdaad ook wat van. Maar we zijn vooral vandaag benieuwd naar jouw mening natuurlijk. Nee, dat zou het niet moeten zijn. Laat ik het zo zeggen. Kijk, employer branding. Je verhaal komt van binnenuit je organisatie. En wat je naar buiten brengt, moet binnen gevoeld worden. Dus eigenlijk moet je het verhaal ook ophalen bij je medewerkers. Om te ontdekken van wat vinden zij zo leuk om bij jou te werken. En dat is eigenlijk je kracht. Dus als jij een ander verhaal naar buiten gaat brengen, wat gewoon niet waar is aan de binnenkant. Ja, dan ben je natuurlijk gewoon eigenlijk met window dressing bezig. Ja. Schets je een ander verhaal, laat je een mooie etalage zien,
Maar klopt het niet met de binnenkant? En dan zeggen we vaak wel werven met de achterdeur open als je dat aan het doen bent, toch? Ja, zeker. Ja, want uiteindelijk zullen die mensen dan een bepaalde verwachting hebben vanuit de werving of de arbeidsmarktcommunicatie, die er misschien heel rooskleurig uitziet. En dan in die organisatie komen en daar iets heel anders vinden wat niet matcht. Ja, en dan zijn ze ook zo weer weg. Ja. Ja. En als je dan bezig bent met het opstellen van zo'n EVP bijvoorbeeld, ga je dan eerst ook kijken naar wat gebeurt er intern precies? Of ga je ook direct naar buiten communiceren hoe een organisatie eruit ziet? Want als dat niet echt bij elkaar matcht, waar begin je dan? Dat is eigenlijk mijn vraag. Begin je dan binnen bij de misschien wel een cultuurverandering? Of begin je ga je ook gelijk naar buiten communiceren hoe je graag misschien zou willen zijn, maar nog niet bent? Slimme, goede vraag. Oh ja. Je moet eigenlijk wel uitgaan van je interne kracht. Dus als je ook begint met een EVP opstellen, ga je natuurlijk wel kijken van ja, wat maakt ons nu uniek en goed? En dat verhaal wil je naar buiten brengen. Maar het kan best zo zijn dat je zegt, er is ook nog iets wat we graag zouden willen zijn, maar zijn het nog niet helemaal. En als het niet te ver aflicht, zeg maar, als het niet te ver weg is, een te groot doel, dan is dat eigenlijk ook wel interessant. Want dan neem je eigenlijk een ambitie mee in je EVP. En dat kan ook wel aantrekkelijk zijn voor kandidaten. En hoe zou jij heel praktisch gezien, want als ik vanuit mijn werk daarnaar kijk, dan zou dat echt inderdaad een stretchwaarde zijn. Dus, ja. Maar dan zou ik hem ook echt wel. Nee, goed, dan ga ik vertellen hoe ik het zou doen. Ik ben even benieuwd hoe jij hoe je daar dan mee omgaat. Want in je communicatie ga je daar natuurlijk net even wat anders mee om dan de waardes die al wel proof point zijn eigenlijk. Ja, zeker. Nee, dan vind ik ook dat je dat echt ook zo moet communiceren als zijnde dat is iets waar we naartoe willen. Een organisatie die zegt, nou, we zijn nu nog niet heel duurzaam, bijvoorbeeld, maar we zouden het wel heel graag willen. En deze stappen hebben we al gezet, maar voor onszelf is dit het doel waar we naartoe willen. Dat maakt het ook heel concreet eigenlijk voor kandidaten. En kan dus ook juist aantrekkelijk zijn dat ze zeggen, daar wil ik wel aan meewerken. Is dat ook een soort kwetsbaarheid opstellen als bedrijf en inderdaad eerlijk naar de kandidaat communiceren van, goh, misschien hebben we hier jou wel voor nodig? Ja, ik denk dat dat echt heel aantrekkelijk kan zijn. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het dan altijd is voor de volgende stelling. Ja, ga ik die weer pakken? Ja, helemaal goed. Ja. De krappe arbeidsmarkt is een zegen voor employer branding. Die kan je heel dubbel lezen natuurlijk. Of interpreteren. Ik las hem, jullie. Ja, dit is een moeilijke keuze. Ik ben geneigd ja te zeggen. Maar er hoort wel een uitleg bij, uiteraard. Ja, zou ik zeggen, omdat ik nu wel merk dat het belang van employer branding wel door veel meer organisaties gezien wordt. Ja. En dat vind ik natuurlijk zelf leuk als employer branding specialist, maar ook gewoon voor het vakgebied is dat heel fijn. Want corporate branding en communicatie zijn natuurlijk al veel langer ingeburgerd, vinden organisaties belangrijk om in te investeren en aan actief in te zijn. Maar die employer branding is soms nog een beetje ondergeschoven, ondergewaardeerd. Dus wat dat betreft, als je kijkt naar het vakgebied, is het misschien wel een zegen dat nu dat door die krapte eigenlijk veel organisaties denken, oeh, daar moeten we wat mee. En dat het belang van employer branding daardoor wel meer ingezien wordt. Ja. Ook wel op strategisch niveau. En daardoor dus een zegen. Dan zou ik zeggen een zegen. Ja. En met een kleine kanttekening, want employer branding is ook geen wondermiddel. Kijk, dus het is ook zo. Het is ook niet zo als je zegt, oh, wij gaan nu aan employer branding doen. Dat lost al mijn problemen op. Dat lost mijn wervingsproblemen op. Dat lost op dat mensen misschien mijn organisatie verlaten. Dat is natuurlijk ook niet zo. Er moet ook weer niet te veel druk op zitten. Nee. Misschien. Dus dat. En bedoel je daarmee ook zeg maar de ja, het grijze gebied tussen employer branding en HR in sommige gevallen. Want ook het voorbeeld wat Milou net schetst is natuurlijk van, hè, stel nou dat iets niet herkend wordt, dan ga je het dan extern wel noemen. Daar is natuurlijk ook een rol voor HR weggelegd. Ja, zeker. Ja, dus dat is wel een samenwerking natuurlijk binnen de organisatie. En ik denk als je een employer branding doet, wat wij eigenlijk ook altijd adviseren is om een projectgroep op te stellen, als je daarmee aan de slag wil, dat het niet alleen een recruitment of HR-ding wordt, maar dat je echt mensen van recruitment, HR, marketing, communicatie en
ook een directielid in die projectgroep vanuit de heb. Business zelf, ja. Hiring managers soms ook? Of? Zou ook kunnen, ja zeker. Zeker bijvoorbeeld een hiring manager die veel vacatures heeft en die daar natuurlijk zelf ook veel van vindt. Belang van heeft. Ja, belang bij heeft. Dus dat zorgt wel voor draagvlak in een organisatie. En uiteindelijk moet je het natuurlijk met z'n allen doen. Ja. Dus dat is een beetje de kanttekening. Ja, employer branding kan niet alles, al je problemen oplossen. Nee. Hey, en want nu zit wel heel erg in de hoek van corporate. Hè? Want er zijn natuurlijk ook best wel kleinere bedrijven. Of bijvoorbeeld recruiters die ook als talent acquisition specialist werken. Maar waarvan er ook wordt geacht om employer branding er even bij te doen. En daarin denk ik, projectgroep. Ik denk dat is een mooie zegen dat je denk ik ook vanuit meerdere onderdelen vanuit het bedrijf waarschijnlijk ook wel een go gaat krijgen om die te vormen. Maar wat nou als je bedrijf kleiner is, waardoor er minder capaciteit is? Of is het dan ook nog steeds een zegen, vraag ik me af? Nou, dat is inderdaad een goed punt, want uiteindelijk is die krappe arbeidsmarkt natuurlijk niet een zegen. Nee. Dus voor het vak misschien goed, maar voor ons als bedrijfsleven in Nederland niet. Nee, oké, maar dat is wel een groter ding. Dus die laten we denk ik even varen. Ja. Maar, maar ik denk, waar ik misschien ook even naartoe wilde qua bruggetjes van wat is, als je geen projectgroep kan opzetten, wat kan je dan doen vanuit die employer branding? Ja, hoe kun je morgen al... Sorry, ga maar gewoon door. Hoe kun je morgen al met een klein budget en een klein groepje mensen beginnen om wel de eerste stappen te maken? Ja, nou dat kan natuurlijk ook zeker. Je hoeft het niet... Ik weet dat mensen soms naar employer branding kijken als iets heel groots. Precies. En ik kan me dat zelf ook nog herinneren uit de tijd dat ik corporate recruiter was. En ging ik ook hier naar de employer branding summit. En dacht ik, wauw, wat een mooie verhalen allemaal. En dan ging ik naar kantoor en dacht ik, waar moet ik nou beginnen? Hè? Het is zo groot, veelomvattend. Dus er zijn zeker dingen die je kan doen om het niet zo groot te maken. En voor jezelf wel in ieder geval iets doen om zichtbaar te zijn. Mm-hmm. En dan zou ik vooral zeggen, bijvoorbeeld social media is vrij makkelijk. De kanalen die je zelf beheert. Je kan bijvoorbeeld ook aparte werken bij kanalen oprichten. En die vanuit jezelf natuurlijk gewoon vullen met content. Ja. Die wel echt laat zien hoe het is om bij jouw organisatie te werken. En denk bijvoorbeeld 3 formats die je steeds terug laat komen. Mm-hmm. En kijk je achter de schermen of kennismaking met een collega. En zorg dat je op die manier eigenlijk zeg maar steeds die zichtbaarheid creëert. Mm-hmm. Dat is in feite niet zo moeilijk. Het kost ook niet veel geld. Maar je bent toch iets aan je zichtbaarheid aan het doen. Ja, en dat is iets waar we morgen met z'n allen al mee kunnen beginnen. Ja, bijvoorbeeld. Zeker. Ja. Kijk, leuk. Ik denk dat we al een klein bruggetje hadden ook naar een andere stelling die ertussen zit. Ik weet alleen niet of het de volgende in ons lijstje is. Ja, maar dat gaat Meert ons nu vertellen. De budgetvraag, hè? Precies. Ja, want voor employer branding heb je een groot budget nodig. Oh ja, die sluit hier wel goed bij aan. Daarom, kunnen we zo op doorgaan. Daar rollen we zo in door. Ja, dan zou ik zeggen, nee, je hebt er niet per se een groot budget bij nodig. Het helpt natuurlijk wel. En de organisaties die al meer doordrongen zijn van het belang van employer branding, en ook vaak grotere organisaties hebben daar al wel budget voor. Maar ook als je een kleinere MKB-organisatie bent, dan kun je echt wel wat aan employer branding doen. Zonder dat je daar heel grote budgetten tegenaan hoeft te gooien. En gaat dan, stel je hebt een klein budget, wat zou jij dan zeggen? Moet je dan juist richten op gelikte content? Of misschien juist wel je richten op meer zichtbaarheid, bijvoorbeeld? Is daar iets over te zeggen? Nou, ik ben vooral voorstander voor authentieke content. Mm-hmm. Dus dat hoeft niet gelikt te zijn. En wat maakt het voor jou authentiek? Nou, gewoon lekker laten zien hoe het echt is in die organisatie. En je ziet natuurlijk, daar moeten wij ook altijd zelf wel erg om lachen bij. En de foto's, de stokfoto's. Moest ik ook gelijk aan denken, inderdaad. De mensen bellend bij het raam. Weet je, allemaal van die standaard foto's. Maar ook de tafel, voetbaltafel. Kijk eens hoe leuk wij het hier hebben, de gezellige lunch. Ja, dat is
ook niet echt meer onderscheidend. Nee, iedereen heeft een vrijdagmiddagborrel, ja, bedoel je. Ja. Weet je, dat maakt het niet echt meer uniek om bij jou te werken, maar laat andere momenten zien die misschien wel uniek zijn. Organiseer je iets voor je mensen, heb je een kennissessie, ja, noem maar op. Mm-hmm. Laat dat vooral zien, ja, aan de mensen. En dan hoef je eigenlijk daar niet eens een hele gelikte videoproductie voor te maken die duizenden euro's kost. Het kan ook veel eenvoudiger. Ja. En als ik het even kijk naar wat ik zelf heb gezien, dan worden dit soort filmpjes ook steeds persoonlijker. Dan wordt er bij mensen thuis misschien wel gekeken. Is dat ook iets wat je misschien wel terugziet in employer branding campagnes? Dat het op deze manier niet alleen maar meer van 9 tot 5 wordt, maar misschien ook wel wie is een collega daarbuiten bijvoorbeeld? Ik wel interessant. Hè? Ik heb zelf nog niet zo erg de thuissituatie. Nou, hoewel, jawel, eigenlijk wel. De thuissituatie ook wel een beetje meegenomen in een concept. Ja, precies. Ja, dus nu je dat zegt, eigenlijk en hoe, toch wel. En hoe heb je dat gedaan? Ja. Kan je daar iets over delen? Mag dat? Zonder te verklappen. Ja. Voor wie dat was misschien. Ja. Nee, eigenlijk in een concept waarin we lieten zien hoe leuk het is om in een bepaalde wisseldienst te werken. Zijn we een medewerker in een video gaan volgen vanaf het moment dat hij wakker werd. Dus hebben we inderdaad echt bij de persoon thuis gefilmd. En die persoon gevolgd naar de sportschool. Wat, ja, echt om te laten zien van wat vind jij belangrijk in je persoonlijke leven. En wat fijn dat ik dat kan combineren met het feit dat ik dan de avonddienst of de weekenddienst draait. Want dat past bij mijn leven. Ja, precies. Dat is wel een mooi voorbeeld inderdaad. Ja. Dat op die manier je werk en privé, nou ja, bij op elkaar aansluiten. Ja. Volgende, denk ik. Gaan we goed? Ja hoor. Baas. AI bedenkt de beste employer branding campagnes. Nou, we zitten hier natuurlijk bij de human deals. Precies. Nee. De beste. Ik zeg voor nu, nee. Ik weet niet wat de toekomst ons brengt. Maar ik denk nu, kijk, ik denk dat we vorig jaar, nu ongeveer een jaar geleden, dat AI zeg maar zijn introductie deed. Een echt ChatGPT bedoel je dan? Ja, eigenlijk meer ChatGPT, ja, laat ik het zo zeggen. Bij het grote publiek. En vanuit N zijn we ook eigenlijk meteen begonnen met een projectgroep innovatie. Waarin we ook echt verschillende leden van allerlei disciplines zeg maar verzameld hebben. Die regelmatig bij elkaar komen. Ontwikkelingen volgen, tools testen. Ook om echt te kijken wat wij kunnen gebruiken in onze werkzaamheden. Maar ik denk dat voor nu AI vooral heel goed is in het overnemen van bepaalde onderdelen van een proces. Zodat je bijvoorbeeld een campagne gaat maken. Ik wilde net vragen, welke onderdelen zou je dan wel meenemen in het proces en welke niet? Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat AI kan helpen bij doelgroeponderzoek. Dat je vraagt naar de drijfveren van de doelgroep. Mm-hmm. Die kan je natuurlijk ook zelf uitvragen. Wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen is door middel van AI-techniek een samenvatting laten maken. Of de trends eruit halen. Ja. Dat maakt het makkelijker, zeg maar, denk bijna ik. Bijna een efficiëntievlag. Vooral efficiëntievlag, mm-hmm. Ja. En bedoel je dan goed. Extern of intern? Dan ga ik hem even opsplitsen natuurlijk, want daar zit natuurlijk wel verschil tussen. Nou, dan zou ik in ons geval op het interne onderzoek richten. Dat is ook meer wat wij doen. Oké. Ja. Dus dat zou ik voor me zien. Je kan natuurlijk ook AI vragen naar best practices. Wat voor andere goede campagnes zijn er geweest waar ik inspiratie uit kan halen. Mm-hmm. Dus zo zie ik hem eigenlijk meer. Van bepaalde onderdelen efficiënter maken, inspiratie opdoen. Het kan natuurlijk helpen bij teksten. Onze designers gebruiken het ook om beeldmateriaal te bewerken. Mm. Dus in dat opzicht zie ik het voor me. Ik weet niet of AI echt een hele campagne kan bedenken die ook de emoties van mensen raakt. En daar zit ik vooral dan op. Ik denk dat wij in onze onderzoeken ook juist als mensen ons dingen vertellen, bijvoorbeeld ook in een groepsinterview, haal je daar toch zelf als persoon bepaalde bevlogenheid uit misschien wel, of een passie. Passie of gevoel. Emotie, gevoel. Ja. En dat geloof ik in ieder geval nu nog niet dat we dat helemaal aan AI kunnen overlaten. Denk je dat we dat in de toekomst wel zouden kunnen? Ja, dat vind ik ook best een spannende. Ja. Ja. Ik denk dat we vandaag misschien ook wel in de eerste keynote wel gehoord hebben dat
nou ja, mensen toch wel, of dat alleen mensen die bepaalde passie bij elkaar kunnen raken of overbrengen. Ja. Dus ja. Misschien dat AI dat nooit helemaal gaat vervangen. Nee, ik geloof daar zelf ook niet zo in hoor. Ik denk zeker in ons vak als employer brand specialisten, daar heb je gewoon wel die strategische, ondanks dat AI vast wel strategisch plannen in elkaar kan schrijven. Maar de verbindende factor, de menselijke factor, inderdaad de emotionele factor, ik denk dat die altijd zou moeten blijven om onderscheidend te zijn. Dat is ook zo'n onderdeel hè, vanuit employer branding. Hoe ben je onderscheidend? En ik denk dat dat heel erg zit in wat lees je als mens zijn van andere mensen. Ja, dat denk ik ook. En ik vind dat heel moeilijk in te schatten hoe AI dat gaat doen. Ja. Of we dat daar, of we AI daar überhaupt op kunnen trainen. Om dat stukje menselijkheid echt helemaal over te kunnen nemen. Ja. Moeten jullie als employer branding specialisten misschien ook wel niet willen? Nee. Heb je geen baan meer over een aantal jaar wellicht? Ik denk ook niet. Nee. Ik denk sowieso voor heel veel van dit soort. Het zijn best wel strategische functies hè, vanuit employer branding, recruitment marketing. En ik geloof er persoonlijk ook echt niet in dat dat kan. En misschien ben ik dan heel naïef. Ja. Maar. Nee, inderdaad het emotionele karakter en het verbinding zoeken, dat... maar goed, ik ben ook geen techneut, dus ik kan helaas niet... Maar jullie eigenlijk allebei wil zeggen is, het kan je helpen, maar het zal nooit de strategie drijven. Nee, ja. en een tool hè, is nooit het doel. Hè? Dat is zo'n lekkere dooddoener, maar het is wel zo. Het tool moet je helpen en ondersteunen in je proces, maar inderdaad... Ja, ik geloof er niet in. Dat het gaat daar, niet je campagne maken. Nee. En het gaat ook niet die finesses vanuit, hè, in jullie geval bij Anne, de finesses die jij, de klantrelatie die jij hebt om te achterhalen van, hé, waar zit nou jullie unieke, USP wil ik dan eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg hem toch, maar jullie gouden randje, zeg maar. Ja. Waar zit die? Ja, dat is wel, denk ik, ook echt waar een mens voor nodig is, om die inschatting te maken. Om dat bij andere mensen weg te kunnen halen. Ja. Geloof ik oprecht in. Ja. Dat denk ik ook. We hebben vandaag al een heleboel geleerd. We hebben zojuist al een heleboel besproken. Maar hoe kan de luisteraar nou morgen beginnen met misschien een paar praktische stappen om toch employer branding misschien wel op de kaart te gaan zetten of uit te gaan rollen binnen zijn of haar kleinere of misschien wel grotere organisatie waar op dit moment nog niet zoveel gebeurt. Vanuit verschillende rollen, hè? Want er zijn natuurlijk vanuit verschillende... Wij spraken vandaag, dat vond ik heel leuk, wij spraken aan een jonge employer brand specialist, eigenlijk een corporate recruiter die employer brand specialist maar ook erbij heeft gekregen. Ja. En daar, hij deed me heel erg denken aan, oké, wat gaan wij hem nu brengen vandaag? Zodat hij wel zijn stappen kan zetten. Dus zijn vraag was ook, ik werk voor 3 landen. Waar kan ik morgen al mee beginnen? Ja. Is het lastig? Ik weet het. Dus misschien heb je wat anders in je hoofd zitten en dan moet je dat lekker zeggen. Nee. En is dat zijn tip ook gelijk? Maar, Ik vind het wel... ik denk... zeker voor de mensen die inderdaad niet een hele grote organisatie hebben, geen groot team, die misschien ook inderdaad wel zelf voorstaan, dat het heel fijn is om wel inderdaad te kijken of je een aantal mensen om je heen kan verzamelen waar je dit wel mee op kan pakken, dat je dat gezamenlijk draagt. Mijn advies zou wel zijn, als je echt helemaal aan het begin staat, is het toch wel echt heel fijn om te beginnen met die positionering. Dat is eigenlijk de basis van alle communicatie die je daarna gaat doen. Dus dan zou het heel goed zijn als je gaat werken aan een EVP. Ja. Dan weet je, dit is mijn verhaal, dit maakt ons uniek en onderscheidend. En van daaruit ga je kijken welke middelen zet ik in. Ja. En waar ligt ook de behoefte van die organisatie? Zit het hem in extern gaan, omdat je op zoek bent naar kandidaten of naar een specifiek type kandidaten? Of ligt het ook intern bijvoorbeeld, dat je eigenlijk wil dat je mensen tevreden zijn en ook trots om bij jouw organisatie te werken. En wil je bijvoorbeeld merkambassadeurs creëren? Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook de vraag, waar ligt dan het doel, zeg maar, van met een employer branding aan de slag gaan? Dus dat zou eigenlijk mijn advies zijn. Ja. Kijk of je daar als eerste mee... Stel, wij zitten morgen, of ik zit morgen aan tafel met een aantal mensen uit de organisatie. Hoe ga ik dat aanpakken? Ja,
als wij een EVP-traject ingaan, dan kijken we eigenlijk altijd naar verschillende perspectieven. Dus aan de ene kant wil je natuurlijk graag weten, hoe ervaren de medewerkers die nu bij jou werken het om bij jou te werken? Waarom doen ze wat ze doen? Waarom komen ze elke dag naar kantoor? En ook wil je natuurlijk wel weten, het is niet alleen maar rooskleurig. Dus ja, wat vinden ze leuk en wat vinden ze misschien wat minder leuk? Hoe ziet een wat minder lekkere werkdag eruit? Dan krijg je in ieder geval een eerlijk beeld van hoe dat eruit ziet. En ook de waarom-vraag, hè, denk ik, heel belangrijk. Waarom is dat dan zo? Want daar krijg je veel meer vaak uit dan... Klopt inderdaad, ja. Dus dat kan je met kwantitatief onderzoek doen. En kwalitatief inderdaad, waar je dan vooral die waarom-vraag kan stellen. Het is ook heel belangrijk om naar buiten te kijken. Dus extern. Dus ja, wie zijn je concurrenten op de arbeidsmarkt? En wat doen zij allemaal al? En hoe kan jij je daar nou op een unieke manier tussen... eigenlijk van onderscheiden juist. Ja, ja. Dat je niet hetzelfde gaat doen. Dat je niet dezelfde boodschap hebt. En we kijken ook altijd nog inderdaad eigenlijk strategisch. Van waar wil de organisatie heen? Wat zijn organisatiedoelstellingen? Wat vindt de directie en management belangrijk? Want uiteindelijk is het natuurlijk superbelangrijk dat jij de juiste mensen hebt om je bedrijfsdoelstellingen te halen. En gewoon de continuïteit van je organisatie te kunnen waarborgen. Dus dat zijn eigenlijk altijd de drie elementen waar wij naar kijken dan. En ja, veel mensen denken altijd, onderzoek, dat is echt massive. Hè? Dan moeten we heel veel investeren. Maar kijk, ik weet met mijn achtergrond, dat hoeft niet altijd. Maar heb jij misschien ook beginnen? Ja, heb je misschien ook, zeg maar, even een praktische tip hoe iemand bij wijze van al desk research kan doen om die externe markt in kaart te brengen? Ja. Je zou natuurlijk gewoon inderdaad kunnen bepalen met een aantal mensen in de organisatie van wie zijn eigenlijk onze concurrenten op de arbeidsmarkt. Een recruiter weet dat ook vaak wel. Ja, hè? Ja. Van tegen welke organisaties neem ik het op? Of waar zie ik ons talent naartoe vertrekken? Dat zijn al eigenlijk hele simpele uitgangspunten die je kan pakken. Aantal organisaties. En onderzoek gewoon, ja, weet je, hoe positioneren zij zich op hun website? Wat doen zij op hun werken bij website? Wat voor type content staat daarop? Delen ze filmpjes? Wat staat er in tekst? Wat voor kleuren gebruiken ze? Wat voor gevoel krijg je er ook van? Hè? En daar kun je al best zelf mee beginnen als je extern onderzoek wil doen. Ja. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook wel eentje is die men ook gewoon vanaf morgen al kan doen. Ja. Ik denk dat je daar ook veel inspiratie voor jezelf uit kunt halen. Ja, en intern eigenlijk ook kan je ook al beginnen met... heb je bijvoorbeeld een analyse van exitgesprekken? Wat zijn redenen dat mensen weggaan? Misschien doe je onboardinggesprekken na bijvoorbeeld een maand of twee maanden. Waarom, hoe ervaren mensen het nu ze gestart zijn? Hoe hebben ze die eerste periode ervaren? Wat matcht met de buitenkant, hè, met het verhaal waarmee ze binnen zijn gekomen. Mm-hmm. Matcht dat ook met die hoe ze het nu ervaren? Dat zijn allemaal zaken. En bijvoorbeeld een medewerkertevredenheidsonderzoek. Dat zijn allemaal hele goede bronnen waar je al gewoon zelf een start mee kan maken. Ja. En waar je heel veel informatie uit haalt. Ja, wat wel ook zegt is data verzamelen en daarin duiken. Ja, ja. 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 Ik wil daar wel bij een beetje een kleine disclaimer neerzetten. Omdat ik er wel in geloof dat als je het zelf doet, ben je wel een beetje biased. Mm-hmm. Dus je hebt zelf ook als medewerker bedoel je een mening over de organisatie. Maar daardoor ook over andere organisaties. Ik zou wel willen zeggen dat je altijd een externe partij in ieder geval tegen wil sparren. Of je bevindingen tegenaan wilt houden, omdat je bent gewoon altijd wel bevooroordeeld in je eigen situatie. En wat wij ook wel merken, dat is wel leuk dat je dat zegt, bijvoorbeeld bij de groepsinterviews die we dan doen, vinden mensen het vaak makkelijker om tegen ons te praten dan tegen bijvoorbeeld iemand van HR of recruitment van de organisatie zelf. Ja. Want wij zeggen ook, het is anoniem, wij gaan ook niet op de personen rapporteren, wij zoeken een grote rode lijn eigenlijk, rode draad. En dan voelen mensen zich soms ook wel vrij om dingen te delen waar ze misschien wat minder enthousiast over zijn. Ja, dus dan krijg je wel een eerlijk verhaal. Dat herken ik inderdaad wel vanuit het verleden. Ja. Dat men ook gewoon ongegeneerd hun, soms hun mening deelt. Ja, ja. Soms wat vuiler was. Dat ook. Dat ook, ja. 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 En als laatste vraag. Dan heb je vast, denk je wel eens van, goh, als ik dat nog zou kunnen veranderen in mijn vakgebied, dan zou ik dat doen. Kun je ons daar eens in meenemen?
Ja, dat is eigenlijk eentje waar ik zelf ook graag mee aan de slag zou willen gaan. Wat ik nu wel heel erg merk, en dat komt ook een beetje door die krapte waar we het net over hadden, is dat heel veel organisaties eigenlijk meteen naar buiten willen treden. Want de nood is natuurlijk hoog, ze zijn op zoek naar kandidaten. Dus stel je hebt een IVP gemaakt of je hebt andere middelen, dan is eigenlijk de focus ligt heel vaak op, we gaan naar buiten communiceren, we moeten een campagne doen. En wat ik zelf dan soms jammer vind, is je moet ook je merk intern laden. Mm-hmm. Je moet juist je medewerkers niet vergeten. Want ja, die heb je waarschijnlijk, hè, als het goed is, meegenomen in je onderzoek. Je hebt die IVP daar bijvoorbeeld getoetst. En dan wil je ook dat zij dat voelen. Mm-hmm. Dat zij inderdaad op die verjaardag vertellen, nou, precies, zo leuk is het om hier te werken. Het is een brand ambassador natuurlijk. De zeker belangrijkste brand ambassador waarschijnlijk van je organisatie. Ja, precies. En dat zou ik eigenlijk willen dat organisaties dat stukje ook nog iets meer... daar meer aandacht voor aandacht hebben. Aan, ja, precies, aan besteden. Ja. En waarom, ja, toch nog niet de allerlaatste vraag. Sorry Milou, dit triggert mij weer om door te vragen. Maar waarom is het, hè, behalve dan hè, dat iemand op de verjaardag dat vertelt, waarom ook intern? Want het is, ik denk, een heel belangrijk punt wat je aanhaalt. Maar zijn er, want... zijn er nog meer redenen, zeg maar even, waarom je die interne ambassadeur zo graag mee wilt nemen, ja, maar ook ambassadeur wilt maken? Ja. Ja. Ja, nou sowieso het stukje medewerkersbetrokkenheid. Dus je wil natuurlijk dat de mensen die bij je werken aan de ene kant het juiste verhaal naar buiten brengen, ja, een goed verhaal, maar ook dat stukje betrokkenheid voelen, dat ze graag bij je willen blijven werken. Mm-hmm. Dan heb je dus niet dat je alleen inzet op de externe werving, maar ook gewoon zorgt voor het stukje behoud van medewerkers. Ja. En ook die merkambassadeurs kun je natuurlijk ook weer inzetten voor die externe werving. Dus het versterkt elkaar in plaats van dat het elkaar tegenwerkt. Ja, ja, we hebben het weer even over het grijze gebied tussen HR en employer branding nu. Hè? Dat is, want vaak hoor je, maar we hebben al een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ja, ja. En dan, ja, daar zit natuurlijk wel een groot verschil in. Maar dat zou dus eigenlijk geen grijs gebied moeten zijn. Dat zou gewoon een nauwe samenwerking moeten zijn. Tussen HR en employer branding specialisten. Ja, zeker. Ja. Dat is ook nog een learning die we mee kunnen geven. Dat die teams goed samen moeten werken. Ja. Ja. Kortom, een employer brand moet zowel intern als extern goed gedragen, maar ook uitgedragen worden. Is absoluut geen window dressing. Fijn dat er nu meer, meer budgetten, hè, door de krapte van de arbeidsmarkt zijn voor het vak van employer branding. Dat is dan ook wel de zegen eraan, denk ik. En ik zit even te denken welke maar stelling... Maar ook met een klein budget kun je morgen al de eerste stappen zetten. Ja, ja, en er valt over het algemeen dus nog winst te behalen bij organisaties om het ook het employer brand verder intern te laden. Ja, zeker. Dat zijn eigenlijk mooie wel conclusie. De grootste conclusies die we met elkaar kunnen trekken. Mooi, dank je leuk wel. Leuk gesprek. Ja. Graag gedaan, ik vond het ook heel leuk. Fijn. Ja. En bedankt voor het luisteren.